Goeiedag en welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een unboxing van Presses. Ik heb alles in deze zak gestoken. Het ziet er niet meer heel erg mooi uit, omdat ik deze unboxing al had opgenomen. Dus ik weet al wat er in de zak zit. Maar ik wil toch jullie niet ontnemen, want er zijn zoveel leuke dingen dat ik heb gekregen die ik wil delen met jullie. De Presses zijn trouwens dagen waarop PR-bureaus bloggers voorstellen aan hun merken en hun zo de nieuwe producten van die merken laten zien. En als eerste kreeg ik op de Presses dit prachtige hartje. Het is een patch en deze ga ik op mijn tuinbroek strijken. Dus ik hoop dat dat super cool gaat staan. Ik weet eventjes de merknaam niet meer, maar ik ga alles hieronder linken. Als volgende kreeg ik op de Presses van de Cube dit color paspoort. Dit hoort bij een app. En hier heb je dan zo het paspoort. Met de kleuren die het best bij mijn gezicht passen. Ik had Color Passport M34. En dit zijn de kleuren die het best bij mijn gezicht passen. Deze. En deze. Er is ook nog een bijpassende app, waardoor je altijd heel erg goed weet wat je kan, wel of niet kan dragen bij je gezicht. Als ik juwelen zou dragen, zou het trouwens zilveren juwelen moeten zijn, omdat die mijn gezicht oplichten. Terwijl dat houden juwelen mij bleker of doder laten lijken. Als volgende kreeg ik enkele Allure wimpers. Deze. Deze Enchanted Lily en Accents 003 lashes. Willen jullie over deze wimpers een eerste indruk video zien? Laat het dan zeker hieronder, want dat zou super grappig zijn aangezien ik nog nooit valse wimpers heb aangebracht. Als volgende heb ik Knijp. Knijp heeft mij een douchefoam gegeven. En de douchecrème. Het mevrouwtje die Knijp kwam voorstellen was trouwens erg vriendelijk. Het was echt een heel vriendelijk mevrouwtje. En deze doucheproducten ruiken zo, maar dan ook zo lekker. Oh, vooral deze. Deze ruikt echt super goed. Ik ga die echt gaan gebruiken. Ook gaf Knijp mij nog dit voetbadbruistablet. Een heel lang woord, maar dit wordt zalig achter een heel erg drukke dag. Daarnaast kreeg ik een setje nep nagels. Dit zijn er van Elegant Touch. En ik heb ze in een Coconut Nude en Sweetheart Romance. Ik vind deze het mooist. Maar ik ga sowieso ze allemaal reviewen. Ook kreeg ik vier flesjes. Body Fantasy. Dit is de Body Fantasy Twilight Mist, de Body Fantasy Vanilla, de Body Fantasy Pink Sweet Fantasy en de Body Fantasy Pink Vanilla Kiss. En ik denk dat ik deze het lekkerst vind, de Pink Sweet Pea Fantasy. Ja, sowieso. Oh, die werkt zo goed. Maar ik ben ook een heel grote fan van de vanille. Het is wel een beetje mijn mond nu. Ik kreeg Elegant Touch Soak 'em Off. Denk je, dat zijn zakjes die je rond je nagels moet doen. En dan gaat de nagellak er meteen af.
ideaal voor reizen en zo. Dat past op bristle nail, gel, manicures en nail polish. Daarnaast kreeg ik van Triumph dit schattige armbandje. Van Nintendo Switch kreeg ik deze sleutelhanger. Jammer genoeg niet, de Nintendo Switch. Heel veel visitekaartjes. En dit chocolaatje van Nick Wouters. De andere dingen moet ik eventjes halen naar beneden. Want ik denk dat die nog beneden liggen. Ten slotte heb ik dit prachtige hoesje nog gekregen van Dexter's. Jammer genoeg past het niet op mijn iPhone, want het is van de iPhone 6. En ik heb de iPhone 6 Plus. Het is al een heel erg mooi hoesje. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doedels! Oh ja, als je mij gedurende de week mist, bekijk je dan gewoon mijn vlogs.